Welkom bij een nieuwe vlog. Straks gaan ze dus mijn hele body scannen. Ik vind het spannend, ja. Maar gaat het goed komen? Gaat zeker goed komen. Oké, dan. Een nieuwe dag. Een nieuwe fotoshoot. Supermodel! Zo'n grote buik gekregen. Ik heb net de oven aangezet. We gaan lekker lunchen in de kamer van ons kleine meisje. Dan zijn we in Wil. En het schiet al aardig op, kan ik jullie vertellen. Blijf maar vier, liefie. Kom zo terug. Ik wil even zien hoe het buiten aan toe gaat. Een grote wisseltruc. Kijk, de stal van onze Bob de Bouwer. Staat daar. Gaat goed? Ben je moe? De tuinwinkel is langs geweest vandaag. Ik ben helemaal gebroken en het lijkt alsof er nog niks is gedaan. Ja, je loopt een hele tuintje zo. Oh, sorry. Oh. Tuintje. Daar gaat zijn tuin. Had jij een tuintje in je hart? Maar niet voor mij. Zou ik maar even saaie oogsten dan. Oh, kijk eens. Opa is ook aan het werk. Ben lekker aan de verf. Iedereen is aan het werk. Iedereen is aan het werk. Kijk nou jongens. Dat is toch enig. We hebben zelf 3 katten. Mijn handen vol aan. Ja, het zijn natuurlijk zulke kleine beestjes. En als je dit als huisdier hebt, jongen. Je moet er ook even een kwartier voor lopen. Althans ik met een gebroken teen. Kijk eens. Daar staan ze. En dit is dan nu zeg maar het weiland wat ze nu gebruiken. Dus dat wordt helemaal afgezet. De bak. En daarachter de woning. En dit wordt dan uiteindelijk allemaal ingezaaid. Van de zomer na de bevalling. Kan ik misschien ook een keer een rondje rustig rijden. Helemaal buiten adem, man. Jezus. Hier staan ze dan dus normaal gesproken 's nachts in. Daar komt ooit kleine pony. En daar heb je Bob weer. Bob de Bouwer. Ik heb even de paarden laten zien. Wat? Ik heb even de paarden laten zien. Weg van paard. Nee, jij niet. Ladies and party people. We zijn bezig in de babykamer voor het behang. Mooi hè? Nee, weinig licht hè? Maar dan valt het ook minder snel op als het fout gaat. Het is ook echt donker buiten zeg. En het is pas half... Oh, wintertijd natuurlijk. Dat verklaart echt een hoop. Zo'n flinke kloggers, Ruud. Ja. Inmiddels zijn we alweer een klein stukje verder. Wel mooi hoor dit, wel mooi. Hey, oh, horen jullie mij? Ja. Ik ben dus in Alkmaar, zonder Jess weliswaar. Hij heeft weer eens een dubbele afspraak gemaakt. Maar even zoeken. Ik moet namelijk hier bij de Belly Sisters zijn. Misschien kennen jullie het al, maar dat is een supercool beeldje. Ze gaan dus mijn lichaam scannen. En dan wordt er een heel mooi beeldje gemaakt van brons of steen. En ik hoop dat ik straks de verschillende soorten kan zien. En daar een mooi beeldje van kan uitkiezen, zodat we echt iets forever hebben. Los van de vele foto's van mijn buik die we wel eens maken. Nu een afspraak, dus ik ga naar binnen. Ik moet wel een mondkapje weer op. Guys, ik neem jullie mee. Nou, ik ben dus nu bij de Belly Sisters in Alkmaar. En we gaan een heel mooi beeldje uitzoeken voor later, wat ik net al zei. Ik ben bij de, nou ja, dus niet zusjes, maar wel de Belly Sisters. Jacqueline en Mario. Hey. En nou ja, we gaan lekker op gepaste afstand het hele proces even doorspreken. En we nemen jullie helemaal mee tot het moment dat ik me ga uitkleden. En dan zien jullie daarna het eindresultaat. Tot zo! Nou, gelukkig zitten we in een hele grote ruimte. Dus we kunnen lekker de mondkapjes afdoen. We zitten echt ver uit elkaar, ruim 1,5 meter afstand. Ik ben echt helemaal benauwd met dat ding. Ik doe mijn sjaal ook gelijk even af. Moet je kijken hoe cool. Het zijn allemaal verschillende soorten, kleuren. En dit zijn dus echte vrouwen? Ja. Bizar. Het zijn allemaal echte vrouwen. Ik ben gelijk verliefd geworden op deze mooie dame. Hoe maken jullie deze dan nu? Nou, deze wordt gegoten door onze bronschieter.
Dus het is een heel ambachtelijk proces. Pak hem maar eens vast, dan kan je voelen hoe zwaar die is. Oh, oh jezus. Dit is serieus zwaar gewoon. Hier kan je gewoon echt iets mee raken of zo. Nou, sta ik dan in mijn ochtendjas, helemaal lekker poedeltje naked eronder. Die meiden die laten je even lekker alleen. Straks gaan ze dus mijn hele body scannen in een bepaalde houding. Ik weet echt nog geen idee hoe. Dan gaan we scannen. Nou, daar sta ik dan. Helemaal lekker in mijn blote nakie. Ik vind het spannend. Ja. Maar gaat het goed komen? Gaat zeker goed komen. Nou, het zit wel weer op. 2 minuutjes stilgestaan. Even lekker zo in een pose. En ze is nu al aan het werken. We egaliseren het alleen een beetje je vormen. Behoud je helemaal. Daar willen we ook echt niks aan doen. Nee. Iedereen verdient een beeldje van zijn eigen lijf. Je hand, dat vind ik zo tof. Ja. Jezus, wat een gezelligheid jongens. Op de vrijdagmorgen. Is het nog ochtend? 11:45 jaar, prima ochtend nog tot 2 uur 's middags. Ligt eraan hoe laat je opstaat. Gaan we eens eventjes kijken. Ik zag het al. Ik zag dat jij het was. Wat zie je eruit gerust uit? Ik heb ook lekker geslapen. Ja? Ja. Yo, Bertus. Hey, David. Kijk, hoe kan ik me aan? Hoe is ie? Goed. Ja? Ik was zo benieuwd hoe jullie hadden geslapen, maar goed dus. Oh, heerlijk. Wat hou je nou vast? Wat doe jij nou? Nick. Even, dat doe ik ook altijd hoor. Ik loop de hele dag zo eigenlijk. Ja, nou zo. Je moet koud, koud. Oh, koud. Je hebt het koud. Ja. Nee, je hebt lekker geslapen hoor. Ik slaap heerlijk. Ja? Ja. Hebben jullie het matras nog steeds zelf of heb je hem omgedraaid dat je de zachte en harde kant? Ik heb hem een keer omgedraaid. Ik denk het is beter. Ja. Nou, je hoeft hem niet om te draaien, maar je hebt 1 zachte kant. In het matras zo is hij ontworpen. Ja. En een harde kant. Ik leg hem allebei lekker. Ja? Dat top. En heb je nieuw bedden goed? Oh. Nee. Zit nog steeds het stomme bruin erom? Ja, nee, bruin zit er niet op. Even kijken. Oeh. Even wat licht in de duisternis hoor, hier jongens. Ja. Het is koud, kijk. Nou, dat staat toch leuk, of niet? Ik heb altijd koude voeten. Ja, nou ja, als je maar lekker ligt. Ja. Hier slaat open, toch? Ja. Ligt zo. Dan maak ik hem wakker. Ja, ga je hem op zijn leggen. Kijk aan je telefoon. Ja. Dan zeg ik, draai even om. Ja, het plafond is weer gedaan. Ik vind het niet helemaal mooi gedaan. Nee, is ook niet. Dus het is amateurwerk. Jammer hè, zo'n mooi bed zo'n bed. Maar ja, mijn bed is belangrijker. Ja, maar je ligt toch met je ogen dicht, toch? Ja. Wie kijkt er nou naar zijn plafond? Nee. Mijn vader is natuurlijk vrienden met een, natuurlijk, dat weten jullie natuurlijk niet, met iemand die een eigen galerie heeft. Die zit helemaal in de kunst. En oma die heeft hier een schilderij waarvan we denken dat het miljoenen waard is. Dat hopen we natuurlijk. Ja. Maar hij is heel oud en je hebt hem ooit gekregen van... Van mijn vader. En mijn vader heeft hem gekregen van iemand uit het bejaardenhuis. Dus hij is echt in ieder geval 100 jaar oud of zo. Ja, denk het wel, ja. Ja, ja. Kijk, dit is het. Misschien nog wel ouder. Dus we gaan erachter komen of dit wat is of niet. Er staat iets van Kruger, Krijger, Krijger. Nee, nou ja, we gaan het even vragen. Misschien is het wat, hè. Hé, hey, ik ben opa kwijt. Nou, daar zijn we dan. Kijk tegen de zon in. Vandaag voor een fotoshoot met fotografie bij Bo. Bij Bo. Hello. Met 1 O. Ja, van Bo. Bo. Ja. Klopt. Kijk mijn model. Zo sta je niet op, schat. Ja, leuk. Ik zei net, toch voel ik me altijd even een beetje ongemakkelijk als er foto's gemaakt worden. Want ik ben meer van de reality. Gewoon dat er camera's aanwezig zijn en je gewoon lekker jezelf kan zijn. Dat word ik altijd een beetje onzeker. Wat een model, hè? Is ze? Nee? Gewoon mensen lastig vallen op straat. Die denken ook, wat de fuck is met hem? Kom ik helemaal romantisch bij Sjas staan. Omdat ik denk, we gaan lekker met z'n tweeën op de foto. Zegt ze, nee, ik eerst alleen en daarna kom jij. Ja, kom maar. Nu mag ik. Nu mag ik. Jezus. Jezus. Deze wandeling. Is er nog nooit iemand geweest die na heeft gedacht over moeten we niet gewoon een skilift op het strand plaatsen? Strandlift. Ja? Dat is toch gewoon een goed idee. Als je er een euro voor vraagt, ik denk dat je in de zomer binnenloopt. Nou, we zijn weer thuis. Leuke fotoshoot gehad. En er is nog 1 parkeerplek vrij. Of toch niet? Hallo. Zou je van die parkeerplek af willen gaan? Hé. Hey. Wil jij even van de parkeerplek af? Ja, dankjewel. Oké, dan. Een nieuwe dag. Een nieuwe fotoshoot. Supermodel. Jij ook?
Kijk hoe sexy dan. Moet ik je fetus doen? Of die clubjes? Huh? Nee, dat is goed. Nee? Gaan met z'n drietjes op de foto vandaag. Oké, another day na fotoshoot. Wat zie je? Zitting. Klaar voor? De buik is nog niet gigantisch. Kan je je been nog iets meer buigen? Snappie. Wil je hem zo? Je hebt zo'n grote buik gekregen. Kijk, baby. Kijk of die hond alles van het kleedje op gaat eten. Ja. Nee. Ze dwars door de fotoshoot. Oh, nog één. Kom maar, nog maar gewoon een beetje op de lader staan. Ja. Pas op hoor, hier is fotoshoot. Allemaal modellen. Nee. Probeerde ik gisteren ook al te praten tegen mensen die langs de fotoshoot kwamen, maar daar zijn ze allemaal niet van gediend. Kan je één hand onder, één hand boven doen? Gaat die, Liefie? Goed. Ja? Jij kijkt ook. Ja, je weet niet, hè? Ja. Ik noem iedereen Liefie, dus. Jessica reageert ook op Liefie. Ja, gelijk, hoor. Jess noemt wel meerdere vrouwen zo. Ja, maar er is maar één mijn echte Liefie. Ja? Dat is je kind. Ja, dat is mijn kind. Ja, ja, dat dacht ik al. Beetje zo, ik noem het altijd de zeemermin, zo. Ja, dat is de zeemermin. Ik heb er nooit zo'n sexy zemer meer gezien. Zo? Ja, gewoon als je je arm maar gewoon echt jij moet er ook bij, hè? Nee, ik gooi hem over jou. Nee, nee, ik ben Jessie Special Effect. Komt ie, hè? Ja. Oh, nee. Ja. Dat was echt niks, hè? Dat was niks. Nee, er moet gewoon een filter worden. Ja, dat is oké. Okay. We hebben het geprobeerd. Special effects niks voor mij. We hebben in Nederland geen bergen. Ik weet het, maar toch voelt het zo. Als je een heuveltje op bent gelopen of niet, liefie? Helemaal moe? Ja. Kijk dan. Je voorste been weer buigen? Ja. Kijk hoe knap ze is. Is dat mijn prinses daar op de heuvel? Ja. Het is net alsof jij zo uit een sprookje komt lopen. Een hele goede morgen, lieve mensen. We zijn al een tijdje wakker. Hier hebben we geslapen. Dat is eigenlijk de huiskamer. Maar ze zijn druk bezig met de verbouwing van de badkamer. Dit is de tv die ik voor mijn ouders heb gekocht. Beetje te groot. Kijk hoe mooi het is geworden. Beetje rommeltje. En ik zal jullie ook weer eens mee naar buiten nemen. Want veel is er veranderd. We hebben een trap tegenwoordig. Dit is de slaapkamer van mijn ouders. Wordt nu als opberghok gebruikt. Badkamer. Kijk, mijn ouders kunnen dus straks, hier komt straks het bed te staan. En dan zien ze dus vanuit de slaapkamer, zien ze gewoon de paarden lopen. Dat is toch gewoon een natte droom van de paardenliefhebber? Huh? Gisteren lag er nog alleen zand en nu ligt er gras. Dit wordt een mooi dicht dak van dakplatanen, zo vlak voor de deur. Allemaal dienstverloop. Zeker. Mooie beweging. In this actual music. Hello. Kijk. De babykamer van ons kleine meisje. Wat ga ik hier nu doen? Het is 11:30. Sas heeft nog niet ontbeten. Dat is niet zo goed, maar ze is druk bezig met werk. Dus wat ik ga doen, ik heb net de oven aangezet. Ik ga verse afbakbroodjes maken. Ik ga hier op het ledekantje een plankje leggen. We gaan lekker lunchen in de kamer van ons kleine meisje. Ze weet het natuurlijk nog niet. Dus ik moet nu gaan zorgen dat ze ten eerste niet zelf gaat eten. Dan moet ik een excuus gaan bedenken. Nee, nee, 's ochtends vroeg eten is niet goed voor de baby. Daar had ze natuurlijk nooit in. Of zeggen, nee, doe nou maar niet, want er is iets. Maar ja, dan heeft ze het door. Oké, ik ga snel de broodjes maken. De broodjes zitten in de oven. En over een paar minuten is Gert-Jan er. Captain Planet, gekke Gerrit. Het is maar net hoe je me kent. De auto was er, in ieder geval. Hij heeft wat leuke dingen voor mij bij zich. En hij gaat de auto wassen, zodat daarna het kinderstoeltje erin kan. Dus dat is echt heel erg leuk. Dat gaan we ook nog vandaag doen. Bijna, nog één streepje. Maar het is ver genoeg om in ieder geval de spullen al vast te gaan pakken. Dus ik leg jullie even weg. Be right back. Nou, wij hebben lekker geluncht. Sas vond het super cute. Gek Gerrit is lekker bezig met de auto. Hij ziet er alweer heel anders uit gelijk ook, hè? Je ziet het, hè? Ik ben nog steeds hard aan het werk. Maar eerlijk, het ziet er wel zo'n stuk beter uit. Ik vind nog wel eens dingen, hè, mensen. Auto. Nou heb ik sowieso van jou één dingetje teruggevonden die ik denk ik kwijt was. Maar dat past ook alleen bij jou. Een Golf 10, ja. Ja, klopt. En wat ik echt schattig vind, iedereen heeft een beschermengeltje in de auto, hè? Ja. En dat vond ik wel zo cute. Maar dat was mijn vraag. Kijk, hier staat dus...
De foto van Saskia. Ja. Oh. Maar komt hier dan straks de foto van de kleine? Of gaat Saskia dan eruit en komt daar de kleine? Nee, ik denk dat ik dan een nieuwe foto erin ga doen met allebei. Als ik dan straks 5 kinderen heb, dan kan ik niet meer van mijn hart krijgen. Is niet aan te raden trouwens. En ik moet waarschijnlijk heel snel door naar Almere en dan naar Veel, naar mijn ouders. Want ze zijn druk bezig met de laatste tegels van de badkamer. Hebben we niet genoeg tegels? Dus ja, even zorgen dat ze snel tegels komen. Ik heb wel een snoepje in mijn mond. Wat ben je aan het doen? Het babystoeltje aan het voorbereiden. Want? Want ik krijg een kind. Oké. Okay. Nou. Kan je daar eens uit geweest om hem schoon te maken? Hij is zwaar, hè? Ja. Oh ja. Neem je mee? Als zwaar gelijk staat aan stevig, dan moet het helemaal goed komen. Nou, de Isofix staat erin. Oh ja. Nou, dat is helemaal verkeerd om, liefie. Je zult er vooruit kijken. Oh. Kijk. Sas, ga eens naar voren. Je stoel zit ver naar achter. Ben je er ook weer, liefie? Ja. Ben je blij? Ja, ik heb alleen niet het idee dat hij goed zit. Ik vind het gewoon niet stevige ogen. Saskia, dat is die met de buik, die heeft vanavond de laatste centering pregnancy. Dat is zeg maar de vrouwelijke bijeenkomst waarbij ze zeggen dat ze het over de zwangerschap en bevalling gaan hebben, maar eigenlijk alleen maar met elkaar aan het lachen en roddelen zijn. Niet? Wel heel gezellig. En het is de laatste keer en wij moesten eten maken en toen dacht ik, ik maak chocolade fudge en citroen kokos cheesecake. Die moet nog even opharden en deze moet nu ook afkoelen in de koelkast een paar uur en dan zijn we klaar. Oké, okay, nice. Lekker man. Ja, hè? Heel erg droevig. Vind ik zelf ook. Maar het is niet anders. Volgende week weer een nieuwe vlog. Bedankt voor het kijken. Hier kan je abonneren. Hier ergens. Dan klik je. Klik. Klik, dus dan pak je die muis of het scrollding en dan klik geabonneerd, even op het belletje. Dan word je op de hoogte gebracht van nieuwe vlogs. Oké, ciao.